Dit is de zitinstructie van de Every bureaustoel. Ik heb meegenomen een witte uitvoering met NetWeave en de Chillback uitvoering. Dit is de gestoffeerde. Ik ga jullie wat vertellen hoe je de stoel moet instellen en een aantal ergonomische tips geven. Ik begin helaas slecht. Zit is nou eenmaal onze slechtste houding. We kunnen beter lopen, staan, liggen of rennen, maar zitten is absoluut slecht voor ons. En daarom moeten we dat zo goed mogelijk doen. We beginnen hierbij bij de instelling van de hoogte. Aan de rechterzijde, naast de grote ronde knop, zit de hendel waarmee we de hoogte kunnen instellen. Zorg hierbij dat die niet te hoog is. Op het moment dat je stoel te hoog is, dan hangen je benen als het ware op de voorkant van de stoel en dat drukt de zenuwen en bloedvaten af. Dat wil zeggen, als je bijvoorbeeld op een feestje zit en je legt je been over je andere been heen, dan gaat op een gegeven moment je voet slapen. Dit komt omdat de zenuwen worden afgekneld. Zelden als je dus te hoog zit, dan doe je dit eigenlijk gedurende een periode van 10, 15 jaar en dat is erg slecht voor je lichaam. Zet je hem te laag, dan duw je eigenlijk al je ingewanden in elkaar. Dus dat wil je ook niet. Zorg bij de instelling van de hoogte dat je een hoek van 90 graden hebt tussen de onder- en de bovenbenen. Als we deze hebben ingesteld, gaan we naar de rugleuning. De rugleuning van de Every is niet hoog instelbaar, echter heeft hij standaard een lendensteun. Deze zit hier aan de achterzijde en die is wel hoog instelbaar. Zorg daarbij dat de druk van de lendensteun, dat die niet in de holling zit, maar iets naar beneden. Dit zorgt ervoor dat je bekken naar voren is gekanteld. In mijn geval is dat deze hoogte. Dan gaan we naar de zitdiepteinstelling. Aan de rechterzijde, direct onder de zitting, zit een hendeltje. Deze kun je uittrekken en daardoor schuift de zitting naar voren. Op het moment dat je dit hebt gedaan, ga dan weer iets naar achter zitten, zodat je weer aansluiting vindt aan de rugleuning. Het is de bedoeling bij de instelling van de zitdiepte dat je ongeveer een platte vuist tussen de voorkant van de zitting en de kuiten hebt. Hierdoor heb je genoeg ruimte om te bewegen en straks ook als we hem los gaan zetten, kan je niet in de knel komen met de zitting. De armleggers. De armleggers zijn hoogte instelbaar door aan de buitenkant de knoppen in te drukken en deze naar boven te schuiven. De correcte hoogte van de armlegger is, ga rechtop zitten, hou je arm in een hoek van 90 graden en zorg dat de armlegger aansluit onder je elleboog. Dus niet zo schuin naar beneden, maar echt onder je elleboog. De armlegger kun je ook nog naar voren en naar achter schuiven. En de Every heeft iets bijzonders. Vind je nou in de achterste stand dat de armlegger nog steeds te ver naar voren steekt, dan is heel eenvoudig door middel van een inbussleutel de armlegger los te maken, om te draaien en daardoor gaat hij een stuk naar achter. We hebben nu de basisinstellingen gedaan. Nu doe ik even een kort verhaaltje voordat we naar de volgende instelling gaan. We hebben vast wel eens een vergadering gehad. Op het moment dat je een vergadering hebt, zit je in een stoel, je hebt vaak een glaasje water of kopje of koffie voor je en iemand begint met praten. En wat zie je in zo'n vergadering is, na een kwartier gaan de eerste mensen dit doen. En na een half uur zakken ze vaak iets naar onder. En na drie kwartier nog wat verder. En na een uur zie je alleen nog maar hoofdjes boven de tafel uitsteken. Klinkt herkenbaar? Nu is de uur voorbij, staan ze op, gaan ze koffie halen, even naar het toilet, komen weer terug en gaan weer in hun stoel zitten. En dan gaan ze allemaal vaak weer rechtop zitten. Maar binnen een kwartier zak je weer onderuit. Dit komt door de statische belasting van onze spieren. Als ik namelijk rechtop ga zitten en ik wil blijven zitten, dan moet ik mijn been, mijn koor, mijn schouder en mijn nekspieren aanspannen. Doe ik dit niet, dan val ik zo uit de stoel. Achter je werkplek gebeurt hetzelfde. Gedurende de dag zit je dus rechtop. En omdat we 's ochtends netjes om 9 uur rechtop beginnen, dan zie je de meeste mensen 8:45 zo zitten of op deze manier. We zoeken dus een houding omdat we moe worden. Die statische belasting van onze spieren komt doordat we rechtop zitten, onze spieren aanspannen, drukken we eigenlijk, en dat zie je bij mijn vuist, die wordt wit, je drukt eigenlijk het bloed uit de spieren, er komt geen verse zuurstof in, er gaan geen afvalstoffen uit, daardoor krijg je verzuring en zak je in elkaar. Nu hebben de fabrikanten daar iets op bedacht. Als je gedurende de dag een beetje beweegt, dan blijf je wel fit. Want dan blijft eigenlijk dat bloed beter stromen. Hoe doe je dat? Aan de linkerkant zit een hendel, een ronde. Als we deze een kwartslagje naar achter draaien, ontkop je het mechanisme. Hierdoor kun je bewegen.
Echter, nu staat hij te licht voor mij. Dat betekent dat ik naar achter val. En dat zou betekenen dat ik de hele dag zo zit te werken. Dat is ook niet de bedoeling. Ik moet dus voldoende tegendruk hebben. Aan de rechterzijde zit een hendel. Op het moment dat we deze naar voren draaien, verhogen we de weerstand. En op het moment dat we hem naar achter draaien, verlagen we de weerstand. Hij heeft 6 tanden. En in mijn geval is dit de goede weerstand. Dat houdt eigenlijk in dat ik in een zweefpositie terechtkom. Op het moment dat ik nu mijn armen laat vallen, val ik naar achter. Zou ik bijvoorbeeld de telefoon opnemen, ga ik zelfs nog verder. Plaats ik mijn arm nu naar voren, dan volgt de stoel automatisch. Dat betekent dat ik de gehele dag licht ondersteund, los bewegend zit. En hierdoor blijft mijn bloedcirculatie goed op gang, wat weer beter is voor mijn lichaam. De laatste stap is naar je bureau toe. Zoals jullie zien is mijn bureau hoger dan mijn armleggers. En eigenlijk zou een werkblad de verlengde moeten zijn van mijn armleggers. We moeten proberen het bureau te laten zakken. Dus niet de bureaustoel omhoog, want die is afgesteld op mijn lichaam, maar het bureau laten we zakken. Nu weet ik niet, dit is een elektrisch bureau. Je kan ook een bureau hebben met een slinger of met een imbus waardoor je het kan laten zakken. Maar breng in ieder geval je bureau op de hoogte van je armleggers, zodat het een verlengde wordt. Als laatste nog een tip. Op het moment dat je nu achter je werkplek zit, strek je armen maar eens. Kijk maar zo lang je dat volhoudt. Waarschijnlijk niet heel erg lang. Op het moment dat je je armen dichtbij je hebt, hou je dat wel lang vol. Dus als je nu achter je werkplek gaat zitten en je toetsenbord is te ver weg, dan ga je weer hangen en kom je weer in een C-houding terecht. Dat willen we zien te voorkomen. Dus probeer je toetsenbord lekker dichtbij je te houden, waardoor je er makkelijk bij kan. Het kost je weinig kracht en daardoor hou je een rechte houding. Breng nu ook je scherm met de bovenkant op de gelijke hoogte als met je ogen. Nu heb je een comfortabele en goede zitpositie. Dit was de zitinstructie van de Every van Interstoel.